voor degene die ik nog niet gezien heb op de nieuwjaarsreceptie afgelopen dinsdag op het gemeentehuis, een heel mooi 2017 en vooral een succesvol 2017. Succesvol voor u als ondernemer, maar ook succesvol voor ons als gemeente. En graag, en Willem-Jan zei het al, in de verbinding. Ik vind het ontzettend mooi dat ik hier nu kan staan met zoveel mensen die ook iets hebben met Baarn. En dat hebben is vooral vanuit de zakelijke omgeving. Maar waarvan ik hoop dat er ook veel meer andere energie gaat ontstaan. Zodat we met z'n allen Baarn op een nog hoger niveau brengen dan dat we nu al zijn. En daarom vind ik het heel fijn, en daar wil ik Willem-Jan met een aantal andere mensen heel erg voor bedanken. Dat ze vanuit het platform Ondernemend Baarn heel intensief bezig zijn geweest om dit vandaag voor elkaar te krijgen. Om alle ondernemersclubs die we in het Baarnse hebben vandaag hier bij elkaar een nieuwjaarsreceptie te laten houden. Dat is de eerste keer, bij mijn weten. En dat is geen sinecure, dat is ook zo. Maar het is wel gebeurd, het is gelukt. Wat ik wel hoop is dat we het komend jaar en de jaren daarna die contacten heel nauw houden. Het platform Ondernemend Baarn 2.0 gaat starten of is gestart. Dat is de tafel, zal ik maar even zeggen, waar we bij elkaar komen, waar we met elkaar de zaken adresseren die we belangrijk vinden, die u belangrijk vindt en waar we gemeenschappelijk iets mee kunnen. En ik ben ervan overtuigd dat als wij dat doen, dat wij volgend jaar hier staan met een nog veel grotere club mensen en terug kunnen kijken op een fantastisch jaar waarin we meeliften op de economische groei die er nu is in het land en waarin we een winkelstraat hebben en die oproep werd net gedaan. En we hebben enorm veel creativiteit, kennis en kunde hier in deze zaal aanwezig. Die wordt voor een deel al gebruikt binnen het centrum, binnen de regiegroep. Maar ik roep u ook op om als u ideeën heeft, als u partners weet, als u vrienden, kennissen, mede-ondernemers weet die zeggen van wij willen iets doen in Baarn. Nou, stimuleer ze, stuur ze naar de gemeente. Wij leiden ze rond, wij doen er van alles mee. Wethouder Jansma die staat te popelen om dat te doen. Dat geldt voor mij ook. Dus laten we met elkaar zorgen dat we Baarn economisch gezond houden, beter krijgen en dat mensen het nog leuker vinden om hier te komen wonen. Wij gaan daar wat aan doen aan de woningbouw. Als we dan met z'n allen ook wat aan het economisch gebied doen, wordt het een prachtige plek, een nog mooiere plek om te wonen. En ik hoop u het komende jaar veel te zien. Ondernemersclub dit jaar is dus één gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst hebben. Het is ook praktisch, want het scheelt heel wat avonden. Maar het leuke is ook dat je elkaar ontmoet en dat je even uit je eigen kringetje treedt. En nou ja, het werd ook gezegd, hè, het teken is dan verbinden. Ja, niets is zo mooi om dat dan in deze locatie te doen met een glaasje erbij. Dus ja, ik vind het een uitstekend initiatief. Het is eigenlijk ontstaan omdat er behoefte was aan meer samenwerking tussen alle ondernemers. En het platform Ondernemend Baarn bestond al een tijdje. En ze waren aan het zoeken van hoe zorgen we nou dat we iedereen erbij betrekken. En daar is uit voortgekomen om de tijd te nemen om allerlei partijen in Baarn te benaderen en te vragen wie zijn jullie, doen jullie mee. En dit is eigenlijk een soort POB 2.0. Je hoorde het de burgemeester al zeggen. En dat komt omdat het al wat langer bestaat, maar voor het eerst echt gedragen wordt door iedereen. En die verbinding met alle andere bedrijven, dat is ook heel belangrijk voor het centrum. Nou zeker, dat is eigenlijk het initiatief van het kernteam. Om alle bedrijven bij elkaar te brengen. Om te kijken van, nou ja, als je koffie nodig hebt, ja, waarom haal je dat dan niet bij meneer Boot? Dus ja, zo kan je natuurlijk allerlei dingen bedenken. Zowel persoonlijk als zakelijk. Om gewoon die boodschappen te doen in het centrum. Nou, dit initiatief vind ik geweldig. Dat er in ieder geval meer gemengeld wordt en twee groepen bij elkaar komen. Zelf ben ik verantwoordelijk voor Kasteel de Hoge Vuurs in Baarn. En ja, daar ben ik nu 6 jaar werkzaam. Het is een geweldige locatie, evenementenlocatie met een rijke historie. Kruisbestuiving, ja, zeker nu de markt weer aan begint te trekken, hebben we het allemaal nodig. Ik denk alleen red je het niet. Ik ben niet alleen initiatiefnemer. Het platform is ontstaan uit een samenvoegsel van een aantal businessclubs en bedrijven, contactgroepen. En
Maar we hebben wel gezegd dat het is goed om veel meer banen te verbinden. Dus alle netwerken op één lijn te krijgen. En te zorgen dat, dat er meer handel in banen gedaan kan worden. En dat we actiever zijn. En dat gaat eigenlijk best wel de goede kant op deze manier. Kijk, in september hadden we nog 40, een bijeenkomst met 40 man. En nu zijn het 120. Dus dat wil je hebben natuurlijk.